Chromebooks zijn laptops die gemaakt zijn voor het internet en alleen het internet. Ze draaien dan ook geen Windows, maar het zogeheten Chrome OS, een besturingssysteem rondom de bekende Chrome browser van Google. Het apparaat kan eigenlijk alleen surfen, maar dat betekent niet per definitie minder functionaliteit. Met Google Docs en alle andere webdiensten van Google heb je via het internet in wezen dezelfde Office-programma's tot je beschikking als op een Windows-laptop. Je werkt dus eigenlijk continu vanuit de cloud. Qua uiterlijk lijkt het op een MacBook Air-kloon. De schijn bedriegt echter, want zodra we deze laptop oppakken, voelen we dat we te maken hebben met plastic en niet met aluminium. Het voelt misschien wat goedkoop aan, maar gezien de prijs is de bouwkwaliteit uitstekend te noemen. Hij is lekker licht en eenvoudig mee te nemen. Het keyboard, scherm en muispad zijn niet van topkwaliteit, maar voldoen ook wederom. En gezien de prijs mag je hier niet te kritisch over zijn. Bijzonder is de processor in dit model. Het is een ARM processor en deze komen we normaal alleen tegen in mobiele telefoons. Qua snelheid presteert deze processor prima en gekoppeld aan de 2 GB werkgeheugen voelt de Chromebook nooit traag aan. Als je inlogt met je Google-account heb je meteen de beschikking over al je Google-diensten. Er zijn wel zogeheten apps, maar dit is toch anders dan bij Apple of Android. Alles is web-based. Dus klik je op een app, dan opent er gewoon een nieuwe tab in de browser. Voordeel van de cloud is natuurlijk dat je nooit je documenten kwijtraakt. Zo ook met Chromebooks. Pak een willekeurige Chromebook en wanneer je inlogt met je Google-account heb je meteen al je documenten tot je beschikking. Toch kleven er ook nadelen aan zo'n Chromebook. Een filmpje downloaden gaat bijvoorbeeld niet. En muziek luisteren met Spotify is er ook niet bij. Een ander nadeel is dat je altijd een internetverbinding nodig hebt. Zonder verbinding zit je niet in de cloud en kan je dus eigenlijk helemaal niks. Alles bij elkaar is deze Samsung toch een interessant product. Hij is scherp geprijsd en qua productiviteit kom je niks tekort als je veel gebruik maakt van Google en allebei behorende apps. Toch kleven er ook nadelen aan, maar ga jij helemaal mee in de cloud-filosofie van Google en gebruik jij je laptop vooral voor officezaken en browsen, dan is deze Chromebook zeker het overwegen waard.